Basic Fit, KPN en Fox Sports, partners van de E-Divisie. Welkom dames en heren in speelronde 3 van de E-Divisie. We zijn aanbeland in Pool B en als u toch even kijkt naar de spelers, dan zien we toch in een opvallende verschijning. Ja. Dat is Jeremy, dat is de nieuwe e-sporter van ADO Den Haag. We weten natuurlijk wel, de meesten weten wel wat er is gebeurd met de vorige e-sport van ADO Den Haag. Daar gaan we niet te veel over in detail treden. Ik ben hier met Rob. Yes. En wat ook een feit is, is dat Melvin bovenaan de pool staat op dit moment met 4 punten. Gedeelde eerste plek dus met Pexholle. En ADO dus 0 punten heeft en eigenlijk dus onderaan staat. Dus eigenlijk do or die eigenlijk meteen al. Die wordt dus meteen voor de leeuw gegooid, maar hier is Melvin Boer in de aanval. En misschien kan Jeremy 3 punten hier pakken tegen AZ. Of misschien 1 punt, net als een kapsel. Maar dat maakt allemaal niet uit. We zitten hier. Nee, klein geintje moet kunnen toch. Maar voor die jongen natuurlijk wel, is dit wel bijzonder denk ik. Ik weet zelf niet of hij een hele erge achtergrond heeft in zeg maar Milo had dus even doorgenomen zijn Twitter. Ja. En daar zei hij dus dat hij van, oh, dit is een hele vieze actie trouwens. Wow, yo. Stel, je speelt 5 minuten in de E-Divisie en je krijgt dit tegenover. Maar hoe zou dit voor hem zijn, zeg maar? Want nou, op dit moment niet fijn, denk ik. Maar hij is toch helemaal niet gewend verder of zo om dit soort dingen te spelen en in dit soort settings, zeg maar. Want het is best wel wat als je hier binnenkomt, met die camera's, met die lichten, met de hele organisatie. Dat is niet, het is heel anders dan thuis, zeg maar. Hij is eigenlijk niet gewend. Zei die wordt voor de leeuw gehoord, dus ja, ik heb niks te verliezen. Ja, hij heeft natuurlijk ook niet echt een hele fijne uitgangspositie, 0 punten. Als enige in de pool. Ja, dus dat wordt de zware. Maar dit is wel niet echt het begin waar je het dan over hoopt. Nee, Milo had dus zijn Twitter even doorzocht, of zijn socials. Het is een kleine El Tornado, maar daar had hij dus gezegd dat hij in een paar weken van een goudspeler naar elite speler is gekomen. Dus er is voor jou ook nog hoop, Rob. Hoezo? Omdat jij nog geen elite hebt gehad. Nee, ja, daarom. Ik ben nog niet eens een goudspeler. Dus. Jawel. Maar jij komt er wel, jongen. Ja? Onthoud dat goed. Ja, als jij dat zegt. Dan komt, als ik het zeg, als het mij is gelukt. Ja, dan moet het eigenlijk goed komen. Dan moet het zeker goed komen. Hier is Mbappé. Kijk eens, een lekkere kroketta en dan hier een kansje van ADO. Hier nog steeds de bal bij Neymar. Terwijl Rob even alle knoppen kapot maakt hier van de mixing set. Gaat er wat mis, jongen? Ja, het is ongekend. Ik hoor alleen maar die game, jongen. Ik hoor jou oké. En ik wil jou graag horen. Hier kan je de game aanpassen, geloof ik. Nee, maar die heb ik allemaal uitgezet in het werk. Oké. Maar technische zaken. Boeit verder niet. Maar, komt allemaal goed, hè? Maar ja, rustig blijven. Ik ben helemaal van mijn apropos, joh. Maar je zit hier, wat zijn dit? Oh, de mooie kiksen. Ja, ik ben... Gewoon een zijn wit-zwart. Ja, wit-zwart. Dat heerlijke van die icons. Dat vind ik nog steeds een mooie. Precies, joh. Gewoon die basic, beetje van die Copa Mundial-achtige schoenen. Basic bit. Geweldig, man. Heel veel ruimte nu bij Cristiano Ronaldo. Die komt er niet langs, maar dat wordt wel een corner, denk ik. Nee, het wordt toch een achterbal. We zien hier op goal David de Gea. We hebben veel Ruud van Nistelrooy gezien, man. Ja, Ruudje. Ruud van Nistelrooy? Nee, Van der Sar. Zei ik Van Nistelrooy? Van der Sar, ja. Zei ik van ik dacht al, hè? Van Nistelrooy, ik weet dat je nou een PSV'er bent. Heb je er toevallig een serie mee gehad? Ruud van Nistelrooy? Ja. Jazeker. Op jouw kanaal ook, niet? Oké. Hou nou op, man. Maar Van der Sar, ja, er zitten hier allemaal mensen aan en zo. Het is heel raar wat hier allemaal gebeurt. Dat klinkt ook heel raar. En we gaan hier gewoon niet over hebben, maar ik was even helemaal afgeleid. Goed, hier is helemaal afgeleid. Jeremy. Is het Jeremy of Jeremy? Weet ik niet, dit is maar net hoe je het bekijkt, hè? Ja, maar wat vindt hij zelf? Mensen uit buitenland noemen mij ook Baas. Maar goed, ik noem hem gewoon Jeremy. Dan noem ik hem Jeremy. Oké, dan noem ik hem Karel. Maar dat slaat hem weer nergens op. Karel hier van ADO. Nee, Jeremy. Nou, Jeremy, ik schudde hem natuurlijk even de hand toen hij binnenkwam. Dat was net zo netjes natuurlijk. Ja, zo ben je. Dus ik stel hem even voor en hij zegt, ja, ik ken jullie wel. Ik zei, oké. Dus hij is wel... hij kent jou. Hij is kennen. Ja, dat gebeurt me niet vaak. Dat wil je gewoon even benoemen dat hij jou kent. Nee, dat je beroemd bent. Ik probeer te zeggen dat hij ook dat jij eigenlijk beroemd bent, dat wil je zeggen. Nou ja, dat wil ik zelf niet zeggen natuurlijk. Maar het is wel zo. Nee, maar het gaat erom dat ik probeer te zeggen dat deze jongen dus wel actief kijker is. Ook van, waarschijnlijk van de E-Divisie en misschien ook van alle FIFA dingen er rondomheen. Ja, maakt zijn video's dan? Dus het is niet... niks. Jij maakt wel video's op je kanaal? Ja, zeker. Even een kleine shout-out naar je tracks. Dus FIFA deze. Ja, precies. Maar hier is Cristiano Ronaldo. Het is 2-0. Half uurtje gespeeld, 2-0. Ik moet wel zeggen, dit zijn wel de 2 boys die gewoon 0 emotie tonen, hoe dan ook. Ja, ik dacht dus dat ik per ongeluk net toen ik hier zat te kloten met het hele paneel... Dat je emoties uitschakelde. Ja, dat ik... dat er gewoon hun geluid, dat, het geluid wat zij maken, zeg maar, uit had gezet. Maar, nee, maar dat was het emotieniveau. Die drukte even helemaal naar links. Oh ja, dat staat nu helemaal de kop ingedrukt. Precies. Wat ook de kop in is gedrukt is de score, want die is al 2-0 na 30 minuten. Ja, gaat het goed? Ja. Je krijgt in één keer ook rare tics in één keer, een soort spasme. Hoezo? Je doet in één keer iets met je hand te slaan. Wat gebeurt er allemaal? Ja, er zijn allemaal mensen tegen mij aan het praten. Dat is heel raar dit. Maar... ja, ze denken van de e-sporters komt er niet, dus dan moeten we toch op een of andere manier toch iets moeilijker maken. Ja, maar dit hoorden mensen thuis niet, dus dat is heel raar. Maar kan je even zeggen wat ze zeiden dan? Ja, ik weet niet. Er riep iemand iets... Ik schrok me helemaal de tyfus. Zo. Oké, nou ja. Goed, wij zijn nog even steeds bij de wedstrijd, want het is ADO die wel wat speldenprikjes heeft. Maar het is nog niet echt mega gevaarlijk. Hier dan. Ja. Oh, hier had je eigenlijk door moeten lopen. Ik wil de goal zien. De croquetta. Ronaldo, ja, natuurlijk. Het is het eerste doelpunt van Jeremy in de E-Divisie. Ronaldo Luis Nazario Dalima. Golazo, keeper bewoog. Ja, niet heel handig. Nee. Hij dacht misschien dat Melvin van, ik ga even die nieuwkomer even gek maken. Ja. Maar dat lukt. Wat is dit? Vooral omdat de korte hoek nu juist OP is dit eigenlijk best wel een rare keuze om dan die keeper naar buiten te bewegen. Daar heb je een punt. Net kapsel van Jeremy. Ik vind alleen, maar het is een uniek kapsel. Is hij een echte Hagenees? Dat denk ik wel, hè. Dat is wel de wat bij... Is dit een Haagse kapsel? Ja, ik vind het wel een Haagse kapsel, ja. Want zijn voorganger had ongeveer ook wel zo'n kapsel, hè. Een beetje die sfeer, hè. Ja. Ik vind dit wel een Haagse kapsel, ja. Krijg je nou mijn komst. Je praat alleen maar over kapsels, bro. Ja. Nou, hier komt het doelpunt namelijk. Oh nee, nee. Geel getimed. Was deze groen getimed? Het was de goede hoek. Geel was ADO. Oké, goed. Laten we even serieus blijven, jongens. Want zo ben ik natuurlijk. Ja, precies. Precies, jongen. Komt allemaal goed, jongen. Marcello. Op Vieira. Patrick. Sergio Ramos. Op rechtsback natuurlijk. Voor de... Komt u als... Sergio Ramos. Patrick Vieira. Je hoeft op zich gewoon... Je mag gewoon... Als je drinkt vind ik prima, maar... Spugen. Neymar Junior. Dat is, dat is eigenlijk raar, want mensen denken dat we nu overdrijven. Maar zo zijn die namen natuurlijk gewoon echt. Ja. Ruud Gullit. Ja. Cristiano Ronaldo. Luca Modric. Ik vind ook Nelson Semedo. Die speelt niet, maar die naam vind ik gewoon lekker. Semedo. Ja. Maar hier is Mbappé met een klein gelukje. En dan is het weer Sergio Ramos die de bal wegwerkt. En dan is het rust. Bas, 2-1 voor AZ. Ja, AZ toch wel de bovenliggende partij. Maar Den Haag niet kansloos. Nee, ja, eigenlijk 1 kans, 1 goal. Kijk, het is toch wel lekker als je zeg maar, in de eerste helft die je speelt in de E-Divisie toch een doelpuntje weet te maken. Dat is toch lekker? Ja, geweldig. Nee, maar dat lijkt me wel. Ja, vind ik als je gewoon twee van zulke... Die eerste van AZ was een heel mooi doelpunt wel. Hè? Ja, maar ook sowieso. Je krijgt na 5 minuten al de deksel op de neus. En dan denk je van, ja, wat sta ik hier te doen? Ik sta al 5 minuten achter. Dan kan je beter op het hoofd krijgen, want die punt, die handen zo weg, snap je? Je kunt in paniek raken, maar dat doet hij niet. Nee. Ja, ik weet niet. Ik ben een beetje gefascineerd ook door het kapsel. Ja. Het is geen disrespect, maar je ziet toch weinig kapsels op zo'n manier. Of niet? Ja, Bas. Nee, maar mensen denken nu dat ik judge of zo, maar ik ben echt verreweg de laatste die mag judgen. Of uiterlijk. Precies, jongen. En innerlijk. Ja, ik wel. Ik heb namelijk een geweldig uiterlijk. Tuurlijk. Je bent een mooi boy uit Brabant. Daarom hebben ze mij ook hier achter de... Zeg maar, van ons hebben ze geen scherm op beeld. Dat is maar goed ook. Nee, beter. Dat is bewust gedaan. Nu blijven alle vele kijkers hangen natuurlijk. Radiokop zeggen ze dan, hè? Precies. Goeie kop voor de radio, jongen. Neymar is weer weg. En Ronaldo gaat nu, maar wordt goed afgedekt door Maldini. Maar daardoor heel veel ruimte nu bij Kylian Mbappé. Naar binnen, Ronaldo op de andere Ronaldo, die is er langs. En dan is dit geen 3-1. Mbappé die de bal onderweg nog even aanraakt. De Gea die er niet blij mee is, maar wat rest is een corner. Wereldredding. En Luca Modric op Kylian Mbappé. Oh nee. Dat doet Evert altijd, hè. Evert en Apel in de game. Mbappé, dat is echt fucking mooi. Dat is eigenlijk de voorloop van Mbappé, Hij is eigenlijk de busy van de commentatoren, zeg maar. Mbappé, Oké, goed. Gullit op Marcello. Terug op Gullit. Ruimte bij... Ja, ik ben niemand. Het staat helemaal dicht. Ik wilde zeggen ruimte bij Marcello, maar dat werd alweer dichtgelopen. Precies. Modric. 99. Ballon d'Or winner. En dit is een vrije trap. Hé? Wat is een onzin? Hé? En nu wordt vrije trap de koning VV Bas VV ingewisseld. Om deze bal eens even lekker binnen te leggen. time finish, want dat werkt toch helemaal niet meer. Zo welke, welke game speelt hij, joh? Hij speelt de game van voor de patch. Pre-patch. Hij speelt FIFA 19.1. En nu zijn we bij punt 5, of wat? Oh, nou, ik weet niet. We zijn... Nee, ik ga grap maken over punten en kapsels. Ruud Gullit. Dat doe je tot nu toe nog helemaal niet, deze video. Dus. Nee. Ja, je hebt gelijk. Laatste half uur is ingegaan, dus nog niet het eerste Haagse kwartiertje voor Jeremy. Heb je niet een beetje, dat je het wel een beetje gunt of zo? Dat hij, tuurlijk. Ik weet niet. Tuurlijk. Wij zijn natuurlijk neutraal. Ja, maar je gunt er wel een punt. Maar het is 3-1, dus dat was geen punt. Ja, nu maakte jij hem, hè? Ja, maar het is pas de eerste game, dus Jeremy heeft daar nog een tweede wedstrijd om dit te herstellen. Hij kan het gewoon goed voorstellen, ik vind dat gewoon netjes. Natuurlijk. Ja, maar dat doet Melvin ook natuurlijk daar niet van. Maar het is toch een nieuw gezicht in de E-Divisie. Is toch verfrissend? Ja, precies. Ja. Ik vind het leuk. Ja, ik merk het aan je. Ja, hey, come on. Nee, maar ja, 3-1, dat is toch wel... Ja, dat wordt het toch wel een lastig, hoor. Maar nog een half uur te gaan. Hij moet eigenlijk wel nog even die aansluitingsscheffel maken. Om die game 2 voor de kijkers is wat spannender te houden. En voor ons ook. Precies, dus hij moet, maar hij moet sowieso resultaat pakken, want hij staat dus op 0 punten. En je kan eigenlijk wel stellen, als je deze verliest, dan heb je toch heel weinig kans om nog door te kunnen gaan. Ja, dat heb je wel een goeie. Ja, dat wordt zelfs de play-offs. Ja, dit is ook een pool waar natuurlijk gewoon iedereen punten pakt. Kijk, je hebt van die pools waar het echt heel erg verdeeld is. Echt veel mensen op 6 en andere mensen echt op 0. Dan is het nog spannend onderin, zeg maar. Maar hier is het echt dat iedereen pakt punten. Dus als je dan achterblijft... Ja, dan... Precies. Nou, ja, precies. Je weet wat ik bedoel. Ja, goed, jongen. Jongen, jij brengt mij zo van alles wat ik wil zeggen af met je blik alleen al. Ja, jouw blik. Die komt ook uit Den Haag, trouwens, hè? John West. John West, lange Frans. Die komt ook uit Den Haag. Dat is echt een Hagenaar. Hagenaar? Hagenees? Nee, Hagenaar. Hagenaar? Hagenaar. Is niet Hagenees? Nee. Wat is Hagenees dan? Dat is gewoon uit de volksmond. Ah, oké. Volksmond gesproken. Of ik moet nu echt door Hagenees echt kapot gemaakt worden in de comments. Maar in mijn ogen, de echte Hagenezen, die zeggen Hagenaar. Echt? Ja. Dit vind ik heel raar wat je nu zegt. Maar we gaan het hier verder maar niet over hebben. Maldini in de opbouw op Modric richting Ramos. En er is ruimte rechts bij Pelé. Pelé. Oh ja, Pelé. Pelé, oh dit. Pelé. Hier dan, Eusebio. Sergio Ramos. Ja, het is een beetje balbezit houden bij Den Haag, maar hij zou toch een doelpuntje misschien nog moeten even gaan forceren. Daar is hij weer met Edson Narantes de Nacimiento. Dat zegt Evert ook altijd. Ik heb namelijk heel lang met Pelé gespeeld. En dan wist je dat Pelé ook ooit een penalty... Met een geknikkerd ook, hoor. Ja, vroeger. Okay. Maar hij heeft ooit een penalty gemaakt. O Milesimo. Dat was zijn 1000ste officiële doelpunt in zijn voetbalcarrière. Dat is toch ziek? 1000 doelpunten. Dat zijn aardig wat. O Milesimo! Nou moet ik wel zeggen, er is dus ooit een Twitter-thread. Ja? Zo noem je dat toch? Thread. Is er gemaakt over Pelé. En ik ga sowieso Pelé niet disrespecten. Alleen, daar werd wel een beetje duidelijk aangegeven hoe hij als doelpunten kwam. En daar zat ook een paar wedstrijden tussen tegen onder andere nationale elftallen. Ja, dat het 11-0 werd en dat hij dat 12 maakte. Wat eigenlijk gewoon de plaatselijke behangers waren, zeg maar. Ja, daar heb ik dus nog wel een leuk feitje over. Maar misschien dat het niet relevant is voor deze video. Maar je hebt dus letterlijk de FIFA wereldkampioenschappen met de V. Ja. En dat is voor zeg maar dwergstaten. En het is een soort Lapland tegen Monaco geweest. Monaco heeft dus een eigen voetbalteam. Die verloren de finale van het FIFA wereldkampioenschap met 21-1. Dat is toch geweldig? Ja, genieten. Ja, inderdaad. Maar ja, dat is misschien ook wel hoe hij aan zijn 1000 doelpunten is gekomen. O Milesimo. Ik vind het gewoon mooi, die talen. Er was dus een thread die viral was gegaan, maar dit is compleet verwijderd. Dat is een management van Pelé even achteraan gegaan. Maar wel mooie voetballer zo, maar ook in de game. Ik weet niet, ik heb hem gebruikt, ik vond het toch wel... Ja, zeker. Ik had hem ook in het begin van FIFA. Ja. Alleen, ja, dan merk je toch wel dat dat hele fijne spelertjes zijn, dames en heren. Ja, natuurlijk. Nou, er was dus zo'n guy die echt alle feiten had doorgezocht. Van hoe de man aan zijn doelpunten kwam. En dat in die tijd een hele andere tijd was. Ja, het is sowieso niet te vergelijken natuurlijk. Nee. En daarom zijn heel veel van mening. Kijk, het is natuurlijk ook een soort van romantiek. Hè? Dat je oude legendes al snel ziet als van... Hé, die kan je niet disrespecten en dat doe ik ook niet. Maar Als je bijvoorbeeld kijkt in de tijd wat Ronaldo en Messi nu presteren. In een veel moeilijkere voetbalperiode. Ja. Of moeilijker, gewoon een andere voetbalperiode. Nou, het voetbal is toch sowieso heel veranderd. Ja. Want ik bedoel, Pelé speelde nog met zeg maar sokken die aan elkaar geknoopt waren. Ja. En dat was de bal. Zeg maar van dat soort ballen nog. Als je daar een kopbal gaf, dan had je hem 5 weken op je voorhoofd staan. Ja. Van die veten. Van die bal. Ja. Maar ja, daar heb ik hem ook. Ik heb daar wel wat beelden van gezien. En ik heb verder niet heel veel van hem gezien. Dus ik ga ook verder niet echt heel veel oordelen. Maar ik ben ondertussen al een tijdje bezig. Ja. Maar nou moet je iets vertellen. Daar zag ik ook een paar doelpunten tussen. Van, dat je ook denkt van ja, je kan op zich ook een keer gaan verdedigen. Ja. Kan hè? Ja, vroeger werden natuurlijk ook minder overtredingen et cetera gemaakt. Precies, maar dat is dus een hele andere tijd. En wij zijn natuurlijk deze tijd gewend. Maar AZ... Messi nog. Oh mijn god, de 4-1 maakt. En dit is wel de genadeslag. Zo maakt de Pelé, dus hij doet het ook altijd. Nee. Maar dit is wel de genadeslag, denk ik, voor Game 2. 3 doelpunten verschil, dat is toch wel heel erg veel. Ja. Dit is de genadeklap. Tja, dat wordt wat voor Game 2. We krijgen nog 2 minuten blessuretijd. En zo is Jeremy wel door zijn eerste wedstrijd gekomen van zijn E-Divisie. Maar niet op de manier zoals hij denk ik gehoopt had. En dan, dan wordt het een zware opgave in Game 2. Maar wie weet kan hij meteen de verrassing van de E-Divisie worden. Door even een gekke revanche te maken in Game 2. Ja. De wedstrijd zit er nu op. Dat betekent dat wij jullie willen bedanken voor het kijken. We zien jullie graag. De returnwedstrijd is volgende week. Maar morgen krijgen jullie uiteraard eerst Pool C te zien. Dus hopelijk tot dan. En bedankt voor het kijken. Joe. Ja, Melvin, een knappe overwinning van je tegen een nieuwe tegenstander in de E-Divisie. Hoe vond je het gaan? Ja, ging wel lekker. 4-1 gewonnen, dus ja, weinig op aan te merken. Ja, wat ging er zo goed dan op dit moment? Ik vond vooral dat ik nu goed mijn kansen afmaakte. Ik bleef rustig, waar ik normaal nog iets te snel ging soms, bleef ik nu juist rustig en ja, ging eigenlijk bijna elke kans erin. Welkom jongen, hoe vond je je eerste wedstrijd gaan? Ja, dankjewel. Ja, ik vond het was wel spannend en dat zag je ook wel in het begin van mijn wedstrijd. Ja, daarna herpakte ik me wel. En ging het iets beter. En ja, ik hoop dat ik dat de volgende wedstrijd door kan zetten. Wel dat goede gevoel. Want ook al heb ik 4-1 verloren, ik heb nog wel vertrouwen in mezelf. En ja, dat wil ik volgende wedstrijd toch wel laten zien. Basic Fit, KPN en Fox Sports. Partners van de E-Divisie.